Goedemorgen jongens, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Nou, het is eigenlijk al middag. Even een beetje stress en gedoe. Ik ben vanmorgen even in de stad geweest naar de bodyshop. Om even nieuw shampoo. En wacht even. Nee, toch water. Shampoo en badschuim. Goed, shampoo en badschuim te halen. Dat is allemaal goed gelukt. Ja, ik kan toch langs. Dan ga ik bellen. Maar goed. Dat dus gehaald vanmorgen. Daarna naar de apotheek gegaan. Om daar insuline te halen van mijn baan. Maar het probleem is nu. Dat er een heel heisa is om rondom het vergoeden van de Novrapid. Dat is een soort insuline. En dat is de insuline die mijn vader nodig heeft. Mensen, kijk maar. Maar dat is dus een hele heisa, want dat wordt niet meer vergoed door onze verzekering. Nou is dat super achterlijk, want voor iets wat je nodig hebt, anders ga je dood. Dat wordt nu in één keer niet meer vergoed, moet je gaan betalen. Ja, zeg maar, dat is gewoon achterlijk. Hij zegt, ik gebruik het al jaren. Omdat ze dat nu in één keer niet meer willen gaan vergoeden, moet ik het op eigen zak gaan betalen. Nou, dat was natuurlijk eventjes in het verkeerde keelgat. Dus, lang verhaal kort. Mijn vader heeft de verzekering gebeld, apotheek gebeld, bla bla bla. Nou, ondertussen zijn we 10 telefoontjes verder. Maar hij krijgt andere, tenminste hij krijgt de Novrapid insuline. Dus dat is mooi. Oh, er zitten jonkies jongens, kijk dan. Zo lief. Jonge eendjes. Cute. Oh shit. Andere kant. Maar goed. Hij krijgt nu dus andere insuline. Dus ik ga voor de derde keer nu terug naar de apotheek om insuline te gaan halen en te opwisselen. Want hij heeft nu insuline gekregen voor insuline pennen. Maar dat heeft geen moer zin. Want hij gebruikt dat niet. Hij gebruikt een pomp. Dus daar heeft hij sowieso helemaal niks aan. Dus helemaal gedoe en gezeur. En maar goed. Op terug naar de apotheek. Voor insuline. Trouwens, ik kan wel gelijk even laten zien wat ik aan heb vandaag. T-shirtje, flare pants en zilveren schoenen. Ik weet even het merk niet meer. Maar ze lopen überhaupt heerlijk. En ik heb een grote handtas weer eens bij. Zodat ik gewoon alles erin kan gooien. En niet met extra tasjes hoeft te lopen. En ik moet zo naar Action, want ik moet alles reinigen halen. Nou, het is gelukt. Maar nu helaas wel weer een regenbui op mijn nek. Maar goed. Dat is niet anders. De Action in. Lopen we droog. Jeetje jongens, het is warm. Buiten, binnen, echt overal. Maar ik ben inmiddels weer terug thuis. Ga ik je gelijk even laten zien wat ik bij de bodyshop heb gehaald. Allereerst waren de lip butters in de aanbieding daar. Ik heb deze, mango. En ik heb ook een met strawberry. Die heb ik trouwens op. Super chill. Ik heb mijn favoriete shampoo gehaald. Ik heb deze in bananen gehaald. Die is nu op. En ik heb deze nu. Fiji Green Tea Shampoo. Ik vind deze shampoo zo ontzettend chill. En dit, ik zag dit en toen dacht ik, oké, dit moet ik meenemen. Een vanille pumpkin shower gel. Zoals jullie me kennen ben ik echt ziek van de pumpkins. Pumpkin spice en al dat soort dingen. Ik zag dit en dacht, oh, dit moet ik meenemen. Maar ik heb nog iets gehaald. Namelijk allemaal oorbelletjes. Ik heb er ook 2 paar van in. De ringen en die schatjes. En hier zitten er nog meer in. Het is zilver, jongens. Ik heb deze nog gehaald. Gewoon zwarte knopjes. Ik heb deze nog gehaald. Dit zijn kleine ringetjes. Met hele kleine steentjes erin. En ik heb deze nog gehaald.
super cute. Er waren er 5 voor 10 euro, dus daar ben ik heel blij mee. Die ga ik zo meteen in een sieradendoosje doen. Het is zo heet hier. Dan ben ik net natuurlijk bij de Action geweest. En wat heb ik daar allemaal gehaald? Allereerst een hoeslaken. Een witte. Want mijn witte hoeslaken zijn onder andere wit. En de dekbedovertrek, die ga ik zo op mijn bed doen. Normaal gesproken was ik ze altijd eerst, maar daar heb ik nu geen zin in. Dan heb ik... Ik heb het in mijn tas zitten. Ik ga even hier neerzetten. Heb ik. Nee, het valt mee. Oh jongens, het is zo warm, zo warm. Niks is leuk om te doen nu. Ik heb zwarte sokjes gehaald. Maar hier zit van dat anti-slip achter. En ik raak dus elke keer mijn sokken kwijt van onder mijn voeten vandaan. Dus dat is top. En ik heb ze ook in het wit. Trouwens bij de kinderafdeling. Het is maat 38, dus dat is top. Mondmaskers. Ik ga er gelijk één in de kast doen. Ik vond de print heel erg leuk. Dus. En die heb ik gelijk meegenomen. Kijk hoe cute. Zijn van die, normaal zijn het van die wegwerpmaskertjes. Zie ik zo gelijk in de tas, want hier zit een mondmasker in. Dat ik zo wel weg ga gooien, want die ziet er niet meer uit. Deze. Dat is zo'n zwarte. Maar dat doe ik gelijk weg. Oké, heb ik daar vanaf. Even mijn wangpas geschrokken. Het is echt zo'n chaotische rotdag vandaag. Vreselijk. Ik denk dat het vanavond rustig avond wordt. Ik heb een zo'n lekker t-shirt stof BH'tje gehaald en een onderbroek, want ik dacht dit is super chill om als setje, want ik zag dus de hele set, om in te slapen s'nachts, want tegenwoordig normaal sliep ik vroeger altijd, maar echt altijd met kleding aan, tenminste een topje en een korte broek of zo, maar tegenwoordig kan ik dat gewoon niet meer hebben omdat ik het zo warm heb, maar ik wil wel iets aan hebben, dus toen dacht ik dit is stof en het matcht nog ook. Deo wipes voor in mijn handtas, want ik spuit deo's en zo vind ik heel vaak irritant. Ik ga ze trouwens gelijk proberen. Het is heel raar om met een doekje om je arm te gaan wrijven. Dan. Je ruikt, er zit wel iets van geur in die doekjes. Lijkt een soort mentholgeur. Heel raar dit. Alsof ik met een make-up doekje onder mijn arm sta te smeren. Maar goed. Je ruikt wel de menthol geur, dus dat is top. Nou, deze dus voor mijn tas. Deze ook voor mijn tas. Ik heb er één gehad, maar die ben ik dus kwijt. En ik had gehoopt dat ze die bij de body shop hadden. Maar niet dus. Dus die hangt trouwens aan de binnenkant van de tas, aan het ritsje. Dit wordt zo'n chaotische vlog, jongens. Ik weet het niet wel. Nou, sorry voor de mensen die er niet tegen kunnen. Maar voor de mensen die er wel tegen kunnen, dan hebben jullie mazzel. De insuline van mijn vader moet ik zo even in de... Oh, dat was het trouwens al, joh. Ik dacht dat meer was. Oh, dat valt nog een stukje mee dan. En dan uiteraard... Oh nee, dat was het dan. Ik dacht echt dat ik nog veel meer had, maar niet dus. Dan niet, helemaal top. Ik ga met als hier ophalen de stoel hangen. De insuline beneden in de koelkast. En dan ga ik mijn bed verschonen, tenminste afhalen. Laat ik het even liggen. Ga ik de kamer hiernaast het bureau even opruimen, want we hebben daar een nieuw bureau. Dat is allemaal gisteren gebeurd, daarom heb ik gisteren ook niet gevlogd. Het was heel druk. Dat was het eigenlijk zo'n beetje. En dan denk ik dat ik vanavond, ik ben vanmorgen wel gaan douchen en ik heb mijn haar gewassen, dus dat ga ik niet doen. Maar ik denk dat ik wel vanavond even lekker onder de douche ga met mijn nieuwe shampoo. Tenminste, douchen, want oh, lekker, vanille, pumpkin. Maar goed. Bed, bureau. Als het goed is, is het dan alles een beetje opgeruimd. Goed, inmiddels is het middag. Ben ik een tijdje thuis. Is er natuurlijk nog wat gebeurd met de insuline gedoe. En het is uiteindelijk gelukt. Maar ik ben trouwens een TikTok aan het opnemen. Maar ik ben echt super moe. Want, wat heb ik nu precies gedaan? Ik heb mijn bed opgemaakt. En dat is dus super goed. Want... dat heb ik een tijdje niet gedaan. Tenminste, verschoond. En ja, ik ben super blij dat het nu weer schoon is. En ik heb trouwens dit nieuwe dekbed gehaald bij de Action. Bedovertrek en een nieuwe wit hoeslaker. Dus ik ben helemaal blij. Hoe cute is dit bedovertrek trouwens? Het is toch vet cute?
Maar, Hi. Dag. En weg. Dus, maar ik heb gelijk mijn kledingkast opgegaan, want het was echt een bende. Wil je nou zien hoe het hieruit zag? Check eventjes mijn TikTok en anders plaats ik hem wel even hier achter de video. Maar ja, die heb ik dus even helemaal opgeruimd. Was echt wel even nodig. Verder heb ik was opgehangen en opgeruimd en gedaan. Ik leg hier nog wat handdoeken wat ik zo moet opvouwen. Ik moet wegbergen en voor de rest niet zo heel veel. Maar het is 6 uur geweest. En ik heb best heel veel trek om nu te gaan eten. Dus dat ga ik nu ook doen. Dus dat is de planning. Ondertussen ben ik lekker TikToks aan het opnemen en zo. Dus dat is wel leuk. Maar ik ga even avondeten. Want dat heb ik nog niet gedaan. En ik heb wel trek. Ik heb trouwens een salade gehaald met kip en pasta. En van alles heerlijk. Dus dat ga ik nu lekker opeten. Goed, jongens, meisjes en iedereen. Het is raar licht, ik weet het. Maar ik ga slapen. Ik heb echt vet veel opgeruimd vandaag. Echt niet normaal. Ik heb veel gedaan. Ik ben moe. Echt heel erg moe. Maar ik ga lekker slapen. Ik lig onder een laken. Ondanks mijn leuke nieuwe dekbed is het te warm om onder een dekbed te slapen. Dus ik heb een laken onder mijn dekbedhoes gestopt. Tenminste onder mijn dekbed gestopt, zodat het wel blijft liggen. Maar ja, ik wel gewoon normaal kan slapen. Dus, lekkertje. En hier genieten van mijn nachtrust, hoop ik. De fan hier naast me gezet, want John is aan het voetenend. Maar dat is echt bijna niet te houden. Nog steeds zo warm. Dus het wordt tijd dat ik nu lekker mijn ogen ga doen. Ik zie jullie morgen. Bij een nieuwe vlog. Misschien dat we morgen iets leuks gaan doen. Misschien dat we morgen niks gaan doen. Ik weet het nog niet echt. Ik moet een beetje kijken. Maar we gaan het zien. Ik ga in ieder geval gewoon lekker meenemen. Ik zie jullie morgen. Slaap lekker. Voor de mensen die dit ook kijken en ze zullen gaan slapen. Slaap lekker. Niet te raar dromen. En ik hoop dat jullie lekker slapen. En voor de mensen die dit 's morgens kijken. Geniet van je dag. Ik weet niet wat voor weer het is, maar geniet ervan en maak er wat moois van. Peace out.